Deze weekendwoning in Wachtebeke is eigenlijk geconcipeerd als een moderne paalwoning, een soort lichte houtconstructie, geplaatst op T-elementen, geprefabriceerde T-elementen. Ze is eigenlijk opgevat als een soort ongelijkbenige U-vorm, die dat zich opent naar het landschap toe en afsluit naar de straatkant. De focus ligt vooral op het zicht naar de natuur en ook op een soort, is ook een deel op zichzelf gekeerd, omdat de leefruimtes uit elkaar zijn getrokken. Dus hier hebben we de keuken, daar verder de leefruimte die eigenlijk op elkaar gericht zijn, maar eigenlijk ook van elkaar gescheiden. Voor de rest is vooral het hout dat primeert als materiaal en is er voor thermische inertie gezorgd met een steense vloer en een groendakconstructie.